dit is Tieke van Gezin op Reis. En we zijn nu voor een korte vakantie op weg naar de Duitse Oostzeekust, naar Usedom. En daar ga ik je nog meer over laten zien in deze video. Maar op weg daarnaartoe stoppen we in Rostock. En daar hebben ze echt een hele goede dierentuin. Wat echt leuk is dat ze ook een binnengedeelte hebben, het Darwineum. En daar kan je dus allemaal dingen leren over de ontwikkeling van de dieren en het ontstaan van de aarde. En er is ook een overdekt tropisch gedeelte met dus onder andere apen. En de dierentuin van Rostock is al heel erg oud, al meer dan 100 jaar. En het leuke is dat je dat eigenlijk gewoon helemaal niet merkt. De dieren hebben hartstikke veel ruimte hier. In de grote gang. Hier aan de zijkant zit de eerste badkamer en de douche. Als ik hier naar rechts loop, heb je de woonkamer. Het eiland Usedom is in Duitsland al lang een populaire vakantiebestemming bij gezinnen. Je zit er namelijk aan de Oostzeekust, dus je hebt er ook gewoon strand. Best wel leeg. Ze hebben hier ook een jaarlijks terugkerend event, zandsculpturen, maar dan wel echt hele vette. Mocht je nou een dagje minder goed weer hebben, dan zijn er gelukkig ook genoeg binnenopties. Zoals Phantomea, oftewel Fenomenen, een science museum op het eiland Usedom. Ook een attractie en die heet Gulliver's World en daar is dus echt een enorm standbeeld. Ik krijg hier wel een beetje Jurassic Park ideetjes bij. Superleuk om te bezoeken, het Muritzeum. Het is in ieder geval een museum over de regio, maar met een aquarium en heel veel dieren en een fijne tuin en buitenspeeltuin. We komen eigenlijk gewoon tijd tekort hier.